Ja, kan niet? Ja. Oké. Goeiedag en welkom bij weer een nieuwe vlog van de Magische Hoeven. En deze keer een update voor het voorjaars schoonmaak en klaarmaak van het voedselbos. En Lily verzorgt hier de marshmallows voor alle hardwerkende mensen. Oh, yay. Lekker. Nou, stap hem er maar in. Oeh, gaat hij lekker smelten. Genieten! Nou, we zijn in het voedselbos bezig met een soort voorjaarsonderhoud. Dus scheve boompjes, zoals hier bij Anouk. Ik laat zien. Die is toch niet helemaal goed recht gaan groeien. Nou, dat is wel duidelijk zo. Ja. Anouk haalt de boompaal eruit en die gaat hem opnieuw erin zetten. En dan probeert ze hem weer te ondersteunen. Kan weer recht groeien. Ja, goed bezig Anouk. Spierballen. Nou, bij het rondje bloesem en knoppen is dit wel echt, nou, ik vind het altijd een fantastische boom. Amandelboom. Overdadig in kleur in de lente en altijd een van de eerste die mooi uitloopt. Ja, prachtig. Nou, dit is echt genieten dit. Kijk dan. Nog een verschil in bloesem. Dit zijn de eerste uitgelopen knoppen van een nashi-peer. Zo'n wat andere peersoort, Japanse peersoort is dat. En dan hebben we verderop een Klep's Favorite. Dat is een meer gewone handpeer. Heerlijk peertje trouwens. Maar die hebben we minder bolle, maar meer. Kijk, dit is die, zijn die knoppen. We hebben natuurlijk heel mooi weer gehad al, qua warmte. Hopen dat het in maart niet meer gaat vriezen, maart, april. Anders dan vriest het natuurlijk kapot en dan hebben we ook wat. Nou ja, dan hebben wij dus niks meer. Maar vooralsnog gaat het echt super. Nou, dit is toch ook leuk. Wat zijn jullie aan het doen? Zie al die ezels. Ja. Nou, wat gezellig. Hoi. Hoi. Kijk, we zijn hier weer straat ingelegd. En hier zijn we ook bezig met straat. En dan komt hier dus een soort overkammingje. Waar de spullen van de kalfjes in komen. En misschien nog een fietsenstalling. Oké, hartstikke drap. Daar voor. Het nieuwe zuivelgedeelte vordert ook wel aardig. Het tussenstuk is inmiddels dichtgemaakt. En hier zitten de sandwichpanelen in. En de vloer komt er binnenkort in. Albert moet het vandaag even zonder hulp doen van Stefan en Janine, want die zijn een dagje uit. Eén keer per jaar gaan Lu en Ignas samen met een groepje deelnemers een dagje uit naar een stad toe. En dit jaar zijn ze dus een dagje naar Volendam. Loop ik daar in Volendam en wat kom ik tegen? Roos! En wat hebben we gedaan, Joey? Nou, niet veel, zo te horen. Nee, een foto gemaakt. Een kleedende dag. Een hele fotosessie, hè? En de Volendam. En dit was de moeder van de hele club? En de moeder van de hele club. Ze moet nog wassen en koken en sappen. En sappen. En dan moet ik die vis in de foto gaan koken. Ja. En wat zien we er allemaal mooi uit? Volendamse kleding. Dat is Lu ook nog. Ze zien er helemaal mooi uit, hè? Zwaai allemaal eens even, jongens. We gaan hier een hele mooie foto maken. En straks zullen we jullie het resultaat laten zien. Daar komt ie zo meteen. Wat zijn jullie hier aan het doen? We hebben net de bus gewassen. Ah, is hier helemaal mooi schoon. Ja. Nou, even Ben ook. Nou, top. En ik begrijp dat jullie dat dus iedere week doen met elkaar. Elke maandag doen we dat. Oh, wat goed. Elke maandagochtend. Ja. Het is ook wel nodig, denk ik, hè? Ja. Nou. Altijd weer heel vies. We gaan even aan de binnenkant kijken. De stoelen zijn allemaal omhoog gekrapt. Nou, Kirsten is nog even aan het dweilen. En dan is het helemaal klaar, hè? Ja. Ja. De bus
glimt weer helemaal. We kunnen ons weer goed vertonen. We zijn met de logeerweekend popcorn aan het maken. Hi jongens! Hallo. Hi jongens! Was het lekker, Tycho? Ja. Ja? Jullie hebben het al op? Ja, zeker. Was het lekker? Ja. Gerry, je hebt de popcorn al op. Hoe was het? Lekker. Ja, was lekker? Mooi. Jongens, wat zijn we hier aan het doen, Jurre? Popcorn aan het bakken. Popcorn aan het bakken. Is het lekker, Joyce? Is het lekker? Top. Jeffy ook lekker? En Michelle zit lekker in het zonnetje. Ja, mooi. En we zijn hier goed aan het bakken. En Sam houdt de mais goed beten. En ook ondertussen even snoepen natuurlijk. Erbij? Lekker afkoelen. Ze hebben de zomer in hun bol. Gaan jullie mee zwemmen? Nee. Nou, plons er maar in. Nou, daar gaat hij hoor. Oh, toch niet, toch niet. We hebben nog energie te... Ik heb nog helemaal niet afgeteld. Oneerlijk, valse start. Ja. Heel veel ruisje in het bos. Wat zit er omheen, Bjorn? Een kooitje. Een kooitje. En? Een zuiver. Ja, en prikkeldraad, kijk. Een prikkeldraad, ja. Volgens mij is dat om martens en zo eruit te houden. Oh, makkelijk. Ja, handig hè? Om mee te nemen. Oh, lekker weertje. De ezels zijn onderweg naar de hoefsmid. Nou, ga even een mooi klusje voor jou, ezel vasthouden. Ja, zeker wel. Ja. Heeft hij straks weer mooie hoefjes? Dat is mijn lieveling, ezel. Ja, hè? Oh, wat is het toch heerlijk dit weer. Ik sta hier bij het watermolentje en het geluid van het water klinkt ook altijd zo rustgevend. En daarachter zie je Gerben nog met strijden. Zo, doe was aan. Einde van de vlog, fijne weekend. Dan kunnen we niet zo mooi weer, hè.